Welkom kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survive. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk lekker verder waar we afgelopen vrijdag zijn gebleven. Jongens, het komt gewoon weer helemaal goed. Jawel, goed nou weer. Vijf dagen vandaag weer. Gewoon vandaag weer op de maandag tot en met vrijdag. En dan... in het weekend natuurlijk niet, en dan weer gewoon weer hetzelfde. Waar waren we opnieuw gebleven? Oh ja, ik weet het weer. Waarom? We hebben natuurlijk diamonds gevonden, maar zoals ik natuurlijk zei, ik wil tot aan level 30 komen als we dat hebben. Dan gaan we natuurlijk enchanten. Waar hier zijn we bezig met de farms? Hier moet het wat netter, ik moet... de pad die moet wat doorgetrokken worden, dat kan geoogst worden. Ik moet trouwens ook wortelen hebben. Dus laten we dat sowieso ook even doen. Zullen we even in creative gaan, laden. Dan moeten we dit. Bietensoep, heb ik dat tegenwoordig ook. Wortel, 1, 2. 3 wortels. Kijk. Pietenzaden, pompoenzaden, meloenzaden, zaden. Cacaobonen. Dan gaan we terug in de normale. Zoals jullie zagen hebben we ook nog het tweede seizoen er nog in staan. Die laat ik gewoon lekker erin staan. Dan gaan we dus even lekker slapen. Zo. Goed, ten eerste moeten we heel even steen weer. Pakken we één stak. En dit is gewoon volledig één stak. En ho, die heb ik. Dit is volledig klaar. De wortels, die komen er binnenkort ook eraan. Dan wordt dit doorgetrokken. Dan doen we deze boom.
uit. Jij hoort je niet. De wortels. 1, 2. Okay, ik heb er maar 3, dat is dus even voldoende en dan kunnen we dat een avond binnenkort. Gaan oogsten, hè? Jong, vuile klootzak! Blijf verdomme! Jij sloopt hier heel de boel! Jij kunt zeggen wat je wil. Maar... jij hoeft hier niet alles te slopen bij mij. Dat is niet de bedoeling. Slooppart. We zijn hier niet gekomen om alles te slopen. We zijn hier gekomen om alles te bouwen. Oh, kijk. Dit gaat een stuk sneller dan dit. Dat sowieso. Kijk, maar dit is natuurlijk één paardje lager en hij moet eigenlijk op dezelfde hoogte komen. Dat is in ieder geval wel het plan. En hier moeten we een stukje berg weg doen, want anders zit het zo en dat ziet er niet mooi uit. Dus we gaan dit nog een stukje zo doen. Kijk, hop. Deze boom gaat ook weg.
deze kant zo weg doen. Zo. Kijk. Kan ik hier zo. Moet ik dat zo weg doen. Zo. Die boom die gaan we ook aan weg doen. Even slapen, hoe kunnen we rustig hier zo... Ah nee, wacht, dat is de verkeerde kant. Sorry. Ik moet juist deze kant over. Dat heb ik al te vaak, hè? Goed, goed. Zo. Nou. Ik denk dat dit wel netjes is. Behalve natuurlijk dit. Dat wil ik hier niet hebben. Ja, oké, dat was dus onze pickaxe. Ik wil het niet terug, maar dat is niet erg. Kijk, dat ziet er een stuk beter uit. Dan leggen we dit zo dadelijk nog zover aan deze kant. Daar komt dus de dierenfarms. En zo. Dus dat komt helemaal goed. Ja.
Ik heb wel een pickaxe nodig. Laten we die in ieder geval wel gaan maken. Ja, ik heb ijzer nodig. ...57 ijzer heb ik nog. Zo. Stokjes. Ja, dat maak ik ook wel even. Vier stokjes. Het is wel even voldoende. Oh, hier heb ik er nu 9 keer 6. Ja, wat gaan we er daarna van maken? Pompoen? Ik denk het van wel. Nou dan eerst ook hier pompoenzaden van gaan maken. Nou toch in totaal 8 pompoenzaden. Ja. Zullen we dan de pompoenen doen? Ik denk van wel. Best, maar ik denk dat we dat morgen eraan gaan beginnen. Dus denk ik wel het beste. En het regent hier. Oké, dus gewoon dus normaal hout. Dan trekken we dat door. Moeten we even kijken hoe groot dat moet zijn. Want dit hoeft niet allemaal even groot. Die wortels, die zijn wel goed. Het gaat heel snel hoor, die oogst. Het gaat zo snel. Negen. Appetit. Kijk. En telkens verdubbelen we het. 2 dus. Dus zullen we dus 4. Vier rijen extra krijgen. Want voor 1 rij krijg je dus 2 rijen, dus 4. Dus dan heb je gewoon de normale. Dus dan ga je 5 rijen. Dan kom je bijna bij het einde uit. Dan gaat het heel snel, dan kun je zelfs dit bijna voldouwen. Goed. Dan gaan we terug, dus ik denk dat dat het idee is om de pompoenen te gaan doen. Nou, toch wel een beetje nodig, denk ik. Dus dat komt helemaal goed. Goed, kijk eens. Dan ga ik het gewoon hier
deze belaten en dan zien we elkaar ook weer morgen gewoon. Met, ja, morgen komt Game Force en Motorsport 7. Dat komt omdat het Nederlands elftal gaat daarvoor in de plaats. En dan komt vrijdag gewoon om 18:30 wel weer het Nederlands elftal. Omdat daar niks staat, omdat daar eigenlijk FIFA 19 Ultimate Team, maar dat is natuurlijk afgelopen serie, is voorbij. En daarom gaan we dus gewoon lekker 18:30 gaan we ook dus gewoon lekker volmaken. Dus dat komt helemaal goed. We hebben genoeg dingen te doen deze week. Goed kijken, ik ga het hier eens praten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!